heb daar een ballonnetje op gelaten en dan ging, die gaat daar over die huizen. Ik heb daar iets op gelaten, dan gaat hij rechter dan. Ja. Dus. Net over de bomen. Dus dat betekent dat we hem zo wat in het midden van het veld moeten leggen. Ja. Maar gewoon niet zo hoog of maximaal. Is dat even gewoon neerzetten. Dus ook al ligt hij wat schuinder dan. Ah, dat mag niks uit, want al was tenminste vanaf hier nog die auto naar boven gaat, dan kijken we er nog zo op. Ja. Maar Wouter, als je de ventilator moet gaan verzetten en aan de touwen en alles. Dan ja, dat is niet praktisch. Dat is niet praktisch. Lang had hij op zijn. Dat zijn jouw woorden, Wouter. Ja. Dat klopt wel. Nee, dat klopt wel. Dat is een hele goede kant. Pak je, ik wil je in de regen raken. Ja, ik zal hier wat opzetten. Wacht, ik draai je. Ik weet het. Ja, dankjewel. Zit hij er al tussen? Ja, bij mij wel. Andere kant, jullie? Nee, dat ook. Jawel, anders gaat de mand helemaal scheef hangen. Dan heb je twee volle flessen aan de achter of aan de voorkant. Waar, aan de andere nee, maar de slangen kant. Moeten hier, hè? De slangen moeten gelijk hebben. Laten we dat Eén proberen. Eén tipje. Fijn niet dat jullie het. Ja, dan draait dat gewoon wat dan, van, denk ik. Heb je onze ijs er lang? Of zijn jullie bij? Kijk, ik ga jullie. Hier zit de touw en de piloot moet hem trekken. Volgens mij is het juist andersom. Nee, de piloot moet hem naar binnen. De piloot moet hem naar binnen. Sorry, het spijt. Nee, echt sorry. Goed gedaan. Maar is het een tijdje geleden dat je hem niet mee is geweest. Ik heb het heel druk gehad met school, Jan. Ja, maar groot gelijk. Ik vond het belangrijk dat je hem aanvaard. Ik heb hem heel cursus. Als je hebt gekregen, dan is het heel cursus. Jouw uitgedacht. Ja, super. Dankjewel. Dat horen we nooit. Die moet er eerst onder, hè? Deze. Ja. Ja, maar ik ben heel even aan het recht leggen. Dan moet je... Kan een twijfelgeval zijn. Je moet hem zo laag mogelijk pakken, jongens. Dan rolt hij zijn eigen uit. We willen jullie een beetje over huls brengen. Ja, dus vandaar dat we helemaal over heen komen. Daarom. Gewoon genieten. Dat komt gewoon niet helemaal goed. Ik ga het zo helemaal uitlaten. Ja. Kijk, ik heb deze. Ja, maar dat duurt toch zo'n uur. Nee, dat kan niet. Ja, maar dat gaat. Hier. En moet je leunen of niet? Nee. Goed. Zit. Zit. Zijn kinderen van ons. Karen. Moet dat? Zit. De man, die heeft ook een Oké. Heb je er zin in? Oh, heel veel. Echt heel veel zin in. Spannend, heel spannend. Ja, nou goed, spannend, dat is een goed gevoel is dat, want dat is een teken dat het goed zit. Want je lichaam zegt, ik kan iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. Zeg het nou nog eens?
elkaar. Ja, middag. En dan, ja, en dan heb je een beetje spanning, dat is ook goed. Ja, man, ik heb er gelukkig geen last van. Ja, maar die laat het samen doen. Ja, goed, dat ligt in jouw handen. Nou goed, dat is deels zwaar en deels niet natuurlijk, want als je met de auto mee rijdt, dan heb je ook je lot in je handen van de chauffeur. Dat risico nemen we natuurlijk heel erg vaak op een dag. Maar ik zou je vertellen, het is veel veiliger om te ballonvaren dan te biljarten. Biljarten? Biljarten is gevaarlijk, want af en toe krijgen ze wel zijn kunnen er ook zo en dan moeten ze naar het ziekenhuis allemaal. Dus ballonvaren is veiliger als biljarten. Nou, je krijgt hem allemaal met tot in hoeveel procent is dat niet? Als je googelt op de ziekenhuisopname met ballonvaren, is bijna 0 tot 1. Ja. En de ziekenhuisopname met biljart, dat zijn er toch 25 op een jaar. Dus, okay. Dus de kans is toch 25 keer groter dat er iets mee in biljarten gebeurt als mee in ballon. Ja. En we gaan natuurlijk zorgen dat er helemaal niks gebeurt. Okay? Nee. Je hebt een prachtig weer ook nog. Zet dan lekker op het krukje neer. Kon je zitten? Kijk, aasje. Waar is dat niet aan staan? Kijk, wat je hier allemaal ziet, het is een ballon, een mandje en de ballon. En die ballon, je zou het nou nog niet zeggen, maar de grootte van die ballon, als je een vrachtwagen hebt, lengte, breedte, maar hoogte is ongeveer 150 kub. En deze envelop heeft de inhoud van 3000. Echt? Dus de inhoud van 20 vrachtwagens, zo. Dat wordt een warme zak. Warme lucht daarop, koude lucht die daalt en iemand die had er een beetje verstand van. Zo krachtig. Oké. Okay. We kijken natuurlijk wel naar de stof, maar eigenlijk die stof is helemaal niet zo belangrijk. Het gaat om die witte lijnen die we hierover zien lopen. En die witte lijnen, dat zijn er 24 in totaal. Die gaan over in die 12 staalkabels hier. Over in musketons en die zitten ook weer achter staalkabels. En die lopen weer door het mandje en onder het mandje heen. En zo weer. We staan niet in een rieten mandje, we staan in een frame van staalkabels. In feite eigenlijk is het makkelijk, hè? Ja, maar het is wel mooi. Jawel. Nou, dan hebben we natuurlijk nog een brander. We hebben daar een ventilator staan. En die ventilator gaat straks koud in vleten. Die gaat koude lucht erin blazen. Ja. En op een gegeven moment zijn we zover. Dan staat hij nog een klein beetje te wiebelen. En dat wiebelen natuurlijk, we gaan voorkomen dat meteen die bomen daar aanwaaien. We gaan zorgen natuurlijk dat we warm genoeg zijn. We blijven hem verwarmen. We gaan hem ongeveer 80 graden verwarmen. Buiten is het 20. 80 graden verwarmen. Dus in de top van de envelop wordt het 100 graden. En dat brengt ons dicht. Lift me. Komen vier touwtjes uit. En dat willen we. Oké, en wat hebben we dan nog? We hebben een groen en een zwart touw. En dat groen en dat zwarte touw, dat is om de ballon te laten draaien. We gaan geen loopings maken, hè? Nou, liever niet. Nee. Dat is om de ballon linksom en rechtsom om zijn as heen te laten draaien. Oh. Dat betekent... Deze flat die staat ernaast, die gaan we gebruiken als een opstoot. Stada, welkom. Hallo. Je neemt mooi weer mee. Ja, dat is natuurlijk. Precies een mooie dag, morgen wordt het weer zo warm. Ja, klopt. Dus het is eigenlijk wel rustig. Het is een klein beetje hoger. Is dat makkelijk of niet? Maken. Vertelt u iets? Nou, het is niet waar. Ja, het is echt serieus. We gaan de ballonvaart maken. Ik heb er echt heel veel zin in. Echt waar. Ja. Het is wel voor een bijzondere aangelegenheid, hè? Ja, dat is het zeker. Het is een wens van mij die al heel lang bestaat. Dus. En dan komt hij uit. Dus het is fantastisch. Een mooie familie die ik heb. Die dit waar kon maken. Echt waar. Wat lijkt u er zo mooi aan? De vrijheid in de lucht, zonder herrie. Als een vogel. Dat vind ik gewoon mooi. Ja, is het. Uw familie heeft dit voor u geregeld omdat u ziek bent, hè? Vertelt u het? Ja, dat klopt. Ik ben dus terminaal ziek. En dit was een van de dingen die ik heel graag wilde. En dat hebben we dus voor me waargemaakt. Dus dat is het. U heeft er in ieder geval een hele mooie dag voor. Ja, dat is zeker. Ja. Veel plezier zo dadelijk. Ja, ik dank je wel. Dank je wel. En u bent de schoonzoon, heb ik begrepen? Ja, correct. Ja,
ik had begrepen dat ze dan ja, echt een lange overlaag had om in de bron te blijven. Alleen maar dat zij leuke proef. Dat is wel een specialiteit. Dat is onze specialiteit. Dat is wel chapeau. Moeten wij ook niet zeggen dat we bij de landing zijn misschien? Ga je snel even opruimen en dan sta je klaar voor het vertrekken. We gaan het even als volgt. We gaan eerst zorgen dat de ballon overeind komt. Dus blijf lekker zitten. Blijf rustig zitten. Geniet ervan en kijk wat een spektakel aan het woord allemaal. En op het moment dat wij er klaar voor zijn, dat alles daar stabiel is en de manstel stabiel, dan kom je naar daar. Oké. Goed. Dan gaan we even kijken hoe we het stoeltje het beste erin kunnen zetten. Ja, ja. Goed? Ja. Dat moet lukken. Dat is nog eventjes een dingetje. Nee hoor. Nee, dat is geen dingetje. Dat is geen dingetje. Oké. Kom je helemaal goed. Ja, high five. Oké. Let's go. Sorry. Hij ook. Ik zeg, ik was wel op film ook. Ja, maar hij is op film. Ja. Dat het niet doorbrandt, mocht het eventueel vlammen. Ja, dat is elke keer weer, ja. Ja, he. Ik heb het al dikwijls meegemaakt. Ja, dat geloof ik. Maar, ja, dat is weer leuk. Ja. Ja, nou zat ik toevallig weer bij wind. Vorige keer stond ik toevallig weer bij wind. In de witte stoel. In de witte stoel. Van de voorkant.
Dat je maar even niet. Neem mee een paar sterke mannen, jongens, hier. Langs de borg. Hier moet er gelijk op. Ze moeten erin gaan zitten. Ze moeten erin gaan zitten. Gaat er maar gewoon in. Deze manier? Gaat er maar gewoon in. En dan moeten de sterke mannen komen, hoor. Nou, arm hoog tellen. De voetjes erover. Kijk eens. Als jonge meid. Omhoog, omhoog. Kijk, je zweeft al een beetje. Nee, even neerzetten. Oké, wacht. Even nog een keer, jongens. Nog een keer. Nee. Wacht even. Oké, wacht, even vasthouden, goed ook. Ja. Over de rand, jongens. Hey. En oppassen haar hoofd, hè. Kom op. Oké. Gaat het? Ja. Zak hem maar. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Hé. Hey. Je zit er al in. Perfect. Geweldig, hè. Dan ga ik jou op een krukje zetten. Kom maar even naast me staan als een volleerde ballonvader. Die schoenen uit, die hap je grote voeten. Oh. Kijk, stoel eruit, wil je maar lekker tegenstaan. Stoel eruit. Kijk, jongens, kruk je erin. Goed zo. Kruk je erin. Kruk je erin. Hier zit een zakje achter. Kijk, als je jongen bent. Ik ben wel 65, maar ik kom daar een beetje. Kijk, zo vaar zo goed, jongens. Kijk, we zijn al verder dan hij dacht. Geweldig, toch? Kijk, ik mag zo maar komen. Nee. Dames, kom maar. En een lekker gewicht erop laten, hè. Kom. Oké, so far so good. We gaan eens even kijken wat hij doet, hè. Oké, als we hem nou stilletjes loslaten, wat gebeurt er dan? Kijk eens, voel je dat? Ada? Gefeliciteerd, je hebt een ballonvaart gemaakt. Ja. Ja, dat was het. Oké, ja, dat was het dan. Hey, doei, hè. Oké. Als we nou zakjes loslaten, wat gebeurt er dan? Ja, dat het niet gewend is, geen voeten in de lus, nee. Want anders heb je eerst een andere beleving zo. Thank you.
staan hier al te wachten wat aan die truckers gaan. Ja, maar daar staan wij met z'n allen. Ja, daar staan wij om, hè. Hij komt er niet. Ja. Kijk, neer, Wout. Kijk. Oké, so far so good. Nee? Ja, geweldig. Geweldig, hè? Ja. Geweldig. Heb een nek? Geef op mijn nek. Nee. Gewoon top. Was het genieten? Was het genieten, Ada? Oh, zo genieten. Echt. Ja. Nog een keer. Nog een keer? Ja? Ja. Ja, meer dan 30 jaar vind ik dat goed. Ja. Nee, nog niet, hè? Ja, bijna. Er staan er 3 al verkeringen in, maar geen 33 niet. Jaar. Ja. Ja, dat hoort er wel bij, de verkeringstijd. Ja. Ja. Het is die veroveringstijd, dus dat hoort erbij. Wat dat is het belangrijkste, hè? Wat dat dan niet lukt, volgt de rest ook niet. Nee, voor de, we moeten hem heel stil overhouden. Rustig. Goeie landing gehad, jongens. Ik ben enorm blij dat het zo afloopt. Ja, het ging heel goed. Geweldig, hè? Yes! Ja. 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 Dankjewel. Alles is mooi eraan, hè? Alles is mooi. Geweldig. Ja. Waar zijn die kids? De wet viel net weg hier allemaal. Zo een pats gelijk. Ja, maar, nee, maar je weet ook niks, hè? Want wat jij zei van die kabels en zo, ja, dat wist ik nooit. Want wij gingen er altijd vanuit van, stel dat er een gaatje in komt, dan is het piezo. Ik zei zelf, als je er een gat in prikt, hè? Dus niet een mes, maar gewoon een gat in prik. En je doet iets even zo met die stof, dan loopt die terug dicht. Ah. Ja, dat is, als je nou gewoon mee een saté prikt, er gewoon door prikt, dan heb je gaatje. Ja. Een schotje even. Oh, tjoh, maar dit is ook een hoop werk zo, hè? Ja. Kan ik u er nog kijken? Waar doet jij niet in? Jawel, jawel. Ja, ja. Waar gaat u daar wel op? Nou, Ada, oh, nee, dit was het dan. Ja, ging jammer. Ging het niet een beetje te snel allemaal?
Niet te snel, nee. Toch niet? Nee, nee, het ging niet te snel. Maar beschrijf eens wat je allemaal gezien hebt. Snel afgelopen, ja. Dat vind je hoor. Wat ik gezien heb al, oh zoveel. Je begon eerst? Nee, ik begon bij de familie en de kennis. Hè. Oh, oké. Okay. Dus dat was het mooiste. Het mooiste. Een mooi hart hadden ze voor hem. Ja, prachtig. Ja, dat was echt mooi. Was het mooi te zien? Je kon ze nog een beetje verstaan ook. Oké. Okay. En, en dan over de stad zelf heen, hè? De hele stad zie je dan met die... Ja, hallo. Ja hoor, dat gaan we doen. Dat is best wel een klus, hè? Hier zit nog lucht in. Ik probeer hem eruit te laten. Ja, we gaan hem eerst even opruimen. Ja? En daarna hebben we nog een mooi verhaal voor jullie. Goed? Ja? Lekker nog een mooi verhaal voor jullie. Oké. Okay. Maar we gaan hem overeind zetten en dan gaan we als moet je een beetje draaien, dan kun je nog kijken. Ja? Ja. Nog op dat veldje. Nee, wel, daar staan een hele crew, let's go. Ja, ja. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Jo, totaal niet. Dan kom je erbij. Ja, echt. Het was wel een avontuur. Hè? Hele avontuur. Dit is echt om iets op terug te kijken. Ja, mooi. Ja. Heb je je eigen veilig gevoeld? Heel veilig. Want dat was natuurlijk heel belangrijk. Hè? Ik kan nog een klein stukje vertellen over het ontstaan van de luchtballon. Ik neem jullie mee terug naar het jaartal 1750, naar het land Frankrijk. En er woonden twee gebroeders, de gebroeders Montgomery. En de gebroeders Montgomery waren eigenaar van een papierfabriek. En als ze s'avonds nagedaan arbeid in zo'n grote Franse keuken zaten en het was koud, hoorde ze af en toe een blok hout op de open haard. En elke keer als er een natte blok hout bij zat, begon dat geweldig te roken. Die rook die kwam uit die open haard, sloeg onder de tafellaken en de tafellaken bolden op. Het sloeg onder de gordijnen en de gordijnen bolden op. En aanvankelijk dachten de gebroeders dat rook het vermogen had om iets op te tillen. Later ontdekten ze natuurlijk niet dat het de rook was, maar de warmte. Ja. Die natuurlijk de ballon deed drijven. En ze werden van tien van ze warm maken ze een grote papieren bol. Ze wisten ook dat papier en vuur niet samenhingen en ze impregneerden de binnenkant met aluin. Daaronder maakten ze een brandmandje en deden ze wat hooi, wat strooi, wat wol in en in het passagiersgedeelte deden ze een schaap, een eend en een konijn in. Oké. Ja. Vervolgens werd aangestoken, is geweldig geroken, ze zijn 300 meter hoog gegaan. Jullie zijn 800 meter hoog geweest boven Hulst en ze zijn 3 kilometer verderop in een weiland geland. De eerste bemande ballonbaas. Ja. En dat smaakte natuurlijk naar meer. Het was ook in die tijd dat koning Lodewijk koning was van het land Frankrijk. En hij hoorde dat er in zijn land gevlogen gevaren werd. In ieder geval in de lucht gevangen werd. En zoals je weet is de mensheid door de eeuwen heen altijd al heel gefascineerd geweest. Om te kijken naar de vogels en zich afvragen. Hoe kijken die naar de aarde? Ja. Zoals de vogels naar de aarde kijken. Dat hebben jullie gezien vanavond. Ja, geweldig. Denk van de mooie tekeningen van Leonardo da Vinci. Ja, maar zo voelden het ook echt. En zo voelden het ook. De vrijheid van dus echt geweldig. Ja, helemaal. Ja. Ik denk van Leonardo da Vinci, hij droomde om te vliegen, om te varen, in ieder geval om te hangen in de lucht. Ja. Wat hij bestudeerde, dat hebben jullie waargemaakt deze avond. En koning Lodewijk realiseerde zich natuurlijk dat. En vervolgens spoedde hij zich naar de Montgomery's, had overleg en liet een dusdanige grote ballon bouwen waarin mensen vervoerd kunnen worden. En toen rees de vraag, wie worden de eerste twee passagiers? En hij beloofde de eerste twee Waar passagiers... Waar werd dat mee gedaan? Ook met gas? Nee, ook met weer gewoon, met... een brandgedeelte. Ja, gewoon weer heel primitief allemaal. Ja. Het waren wel avontuurs. En de koning vond dat zo geweldig. Hij zei, de eerste twee die vaart durven maken, zal ik in de adelstand verheven. Vervolgens is die ballonvaart gemaakt. Ze zijn 600 meter hoog geweest, 6 kilometer verderop in een weiland geland. Dat is geen zin.
En koning Lodewijk was bij de landing aanwezig. En hij was zo enthousiast en hij riep: en zei, nee, iedereen in de toekomst de ballonvaart wil maken, zal ik zorgen dat hij in de adelstand verheven wordt. Zo, oei! Het is gedelegeerd aan het ballonvaderschilde. En aangezien ik al ruime tijd lid ben van het ballonvaderschilde, jullie vandaag jullie eerste ballonvaart hebben gemaakt, heb ik in de naam der koning Lodewijk de eer om jullie beiden in de adelstand te verheven. Echt? Dat gaan we doen. Klinken van champagne glazen. Dat weet je niet. Tuurlijk wel, tuurlijk wel. Alles wat ik gezegd heb vandaag heb ik gemeend. Hè. En tot nu toe is het elke keer uitgekomen. Ja, dat is waar. Geweldig. Kijk, daar staat... even kijken naar mijn camera raken. Yay. Kijk, vang. Ze wisten het al. Allebei niet. Yes. Allebei niet. Ja. Oké, okay. Nog niet van drinken, want je bent nog niet van adel natuurlijk. Nee, dat mag pas daarna. Dat mag pas daarna. Hé hey Chris, nee, jij gaat niet als eerste. Dan is hij voor. Kijk, nou voor deze keer dan. Voor deze keer dan. Hè. Ada, ik ga je benoemen tot jonkvrouw. Jonkvrouw. Van het landgoed Hulst tot aan Stekenen. Ja. De bomen het bos en zou je toe beheren, we vragen maar één ding. Beheer het als een goed huismoeder. Door het klinken van onze glazen is jouw adellijke titel een feit. Jonkvrouw, gefeliciteerd. Oh, dankjewel. Wat ziet er nou naast de jonkvrouw mooier dan een jonkheer? Oh, die komt. Dus ik ga je benoemen tot jonkheer van het landgoed Hulst tot aan Stekenen. De bomen het bos en zou je toe beheren, we vragen maar één ding. Beheer het als een goed huisvader. Door het klinken van onze glazen is jouw adellijke titel een feit. Gefeliciteerd. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Oh, heel erg. Proost. Heel erg. Geweldig. Hartstikke goed. Mensen, kijk. Voor allemaal, hè? Yes. Goed. Even. Ja, feliciteerd. Ja. Kijk even naar Mark. Ja. Zo. Mooi, hè? Ja, geweldig. Geweldig. Oké, okay, ja, goed. En de rest hebben we af kunnen schudden. Even. Dat is een ballon. Ja, ja, soms kan het heel mooi zijn en dan kun je erbij zijn en soms erbij erom. Ja. Dat is er niet gekomen, maar ik ben al lang blij dat dat is nog lekker, hè? Dat is nog lekker, ja. Dat is al goed.